is woensdag en dat betekent natuurlijk weer gehaktdag. En ik sta hier voor de snackbar De Vrijheid. En ja, wie kent hem eigenlijk niet? En we gaan daar eens proeven van hoe de broodjes bal zijn. Nou, we hebben een broodje en we gaan hem eens even lekker proeven. Don, kap nou eens een keer met dat gekke proeven, zeg. Leg hem even neer. In zijn vetje, altijd handig. Nou mensen, compleet pakket hè hier. Dit is een broodje. De meneer zei zelf van dat het zijn specialiteit is, het broodjebal. Nou dat weet ik niet, zoveel ervaring heb ik niet met deze snackbar. Hier wel veel verhalen. Positieve verhalen. En ja, zoals je zag. Folietje zit er omheen. Servetje krijg je erbij. En ja mensen, ja hij is weer terug. Het vorkje. Hij is er weer. En die zit er ook bij. Nou, we gaan er maar eens even proeven. We gaan eerst even het broodje proeven, een beetje voelen. Ja, broodje is vers. Nog even proeven. En eens kijken maar aan hier, van wat ben ik aan het doen. Nou, een broodje aan het proeven. Hè? Nou, broodje is vers. Dat is zeker beter. Zoals je ziet, best veel mayonaise. Maar ja, dan mag de pret niet erger. En goed bezig. Nou, dankjewel. Altijd fijn om te horen dat ik goed bezig ben. Nou, oké. Gaan we maar even het balletje proeven. Ik probeer even de mayonaise. Zo, hij komt net uit de jus. Zoals je ziet, is het broodje helemaal verlept van de jus. En we gaan even het balletje proeven. Nou... Niet zo dom lekker, jongens.
Echt wel. Ik ga nog even een stukje proeven. En je weet het, hè? Als ik nog eens weer ga proeven, dan vind ik het lekker. Probeer het even dat schijfje door tweeën te snijden. En dat is best wel veel. Best wel veel vlees. En nou wil ik een beetje minder maaien. Om te proeven hoe de bal echt goed is. Nou, het is dom lekker, jongens. Oh, ik ben bijna mijn broodje weg. Nou, even een klein tussenstandje. Het is namelijk zo. Ik krijg vetjes erbij, vork krijg erbij. Folietje, zodat hij lekker lang warm blijft. Alleen, weet je, even mijn net. Maar hij is wel goed, niet te zuur en alles. Gewoon goed, perfect, niks aan te merken. En ja, zoals je ziet hier aan de onderkant. Ja, een beetje veel zuur. Waardoor het broodje helemaal verlept wordt. En dan ook nog de mayonaise erbij. Probeer hem dan een beetje goed uit te slaan, die bal of zo, wat dan ook. Maar daarentegen, het broodje die is erg lekker. Ik zou zeggen, we gaan naar het eindoordeel. Nou, het eindoordeel. Nou, daar gaan we het eens even over hebben. Ja, tuurlijk. Ja, het broodje die was vers. Servetje kregen erbij. Zilverfolie, zodat hij lang warm blijft. Porikie, die is weer teruggekomen. Die was er ook bij. En ja, mayonaise was goed. Balletje, die was heel erg lekker. Echt ouderwets. Ja, grootmoeders gehaktbal eigenlijk. En ja, eigenlijk gewoon plus, 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 plus. En dat betekent chicken. Ching, dat betekent dat, ja. En ja, mensen. Het is gewoon goed. Mayonaise, goed broodje, goed balletje, goed. Goed verpakt. Zilverfolietje eromheen. Servetje, vorkie. En ja, ik denk dat we wel naar de tussenstand kunnen. Maar, wacht even. Voordat we naar de tussenstand gaan, hebben we even een mededeling. Vorige week, zoals jullie konden zien, waren we bij G. Vermuiden. In de stad van Den Haag, de slagerij. We hebben daar het broodje geproefd. Hij heeft een 8,5 van mij gekregen. Maar we hebben een e-mail gekregen. We hebben telefonisch contact gekregen met de slagerij. En die heeft er niets van gediend. Die houdt er niet van. Die wil niet in de publiciteit. Dus ja, geef hem uit. Je stond op 1. En ja, omdat je niet mee, omdat je er niet aan mee wil doen. Beetje, ja, een beetje triest is eigenlijk. Want iedereen vindt het leuk dat we dit doen. Gaan we je uit het klassement knikkeren. Dus bij deze ben je eruit. Ik zou zeggen, Mies, wat is nu het klassement? Ja, ik weet niet wat het klassement momenteel... Ja, ik weet eigenlijk wel wat het klassement is. Maar ik vind knikkeren leuker. Dus we gaan lekker uitknikkeren deze week. Lekker knikkeren, knikkeren, knikkeren. Want op nummer 1 staat G. van der Muiden vorige week. Alleen, die moet eruit, want die wil niet meewerken. Ik vind het wel jammer, hoor, Don. Ja, inderdaad, Mies. Ik vind het ook jammer dat hij eruit moest. Maar ja, weet je, als je niet mee wilt doen en je bent er zo op tegen, ja, dan ga je gewoon uit het klassement. Maar oké, genoeg daarover. Wat ga ik snackbar de vrijheid voor 7 geven? Nou, daar ben ik heel erg duidelijk over. Balletje is heel erg goed. Uit grootmoederstijd. Mayonaise is goed. Broodje is goed. Vorkje, servetje, zilverfolie nog erbij. Kortom, alleen maar pluspunten. Dus, wat krijgt hij van mij? Hij krijgt inderdaad een 8. En daar ben ik ja, zeer tevreden over. En ja, wat houdt het eigenlijk in? Ja, dat houdt in dat G. van der Muiden van de plek 1 gewoon unaniem wordt weggehaald. Lekker knikkeren, zoals ik al eerder zei. En dat betekent dat Snackbar de Vrijheid op 1 komt te staan. En dat de rest van het klassement, hetzelfde blijft. Tot volgende week, Don. Ja, inderdaad. Dus dat betekent dat Snackbar de Vrijheid op plekje nummer 1 komt. Ik zou zeggen, mensen, ik hoop dat jullie hebben genoten. Deel en like natuurlijk deze video. Tag mensen erin van, hey mensen, luister dan. Deze moet je zien. En ik zou zeggen, tot volgende week. Tot een nieuw broodje bal.